De Lions Clubs Paramaribo South en Quetta hebben gisteren een overdekte overloop overgedragen aan de directie van de scholengemeenschap Quetta. De docenten en studenten tonen op geëigende wijze hun dankbaarheid. Zoals u weet is deze school nog heel jong en aan het begin van de groeiperiode. We hebben nog een aantal projecten op de lijst staan waarmee er een aanpak gemaakt moet worden. Deze verloop was daar één van. Dankzij u allen is dit project reeds opgeleverd en kunnen wij er gretig gebruik van maken. Vooral nu in de regentijd. Wij studenten, docenten, directie en personeel van scholengemeenschap Quetta zijn u heel dankbaar en wensen u het allerbeste toe met uw toekomstige sociale en persoonlijke projecten. Dank u wel. Thank you. Muchísimas gracias. Dank u wel voor dit alles dat gedaan is voor ons. Wij zullen er goed gebruik van maken. Lions Club biedt altijd hun hulp aan. Zo zullen wij dan altijd vooruit gaan. Dank u wel voor alles. De overdekte overloop tussen de twee schoolgebouwen zorgt ervoor dat de docenten en studenten tijdens de regen zich toch makkelijk kunnen verplaatsen. De president van de Lions Club Paramaribo South, Sanjay Juni, geeft aan dat het hier om een legacy of nalatenschapsproject gaat dat samen met Lions Club Quetta is uitgevoerd. De directie van de scholengemeenschap heeft de Lions Club Paramaribo South benaderd om deze overloop te schenken, omdat de studenten en docenten zich met harde regens van de laatste tijd moeilijk konden verplaatsen. Het ging erom dat de kinderen in de regentijd heel erg veel moeite hadden om van het ene vleugel naar de andere vleugel te lopen. Het ging niet alleen om de studenten, maar ook om de docenten. We hebben gemeend door middel van donaties, waarbij ik hierbij ook de bedrijven die gedoneerd hebben hartelijk dank wil zeggen. En dat wij dit hebben kunnen voldoen namens de bedrijven. Scholengemeenschap Quetta die had ons gevraagd voor de achterliggende overloop. Wat wij erbij hebben gedaan is ook de beide kanten van de trappen hebben we een dak ook toegelegd. En het laatste stukje wat daarachter is hebben we ook dicht gemaakt. Dit komt heel ten goede, vooral in de regentijd als nu, voor de studenten en voor de docenten. Ze zijn er heel erg blij mee en vandaag is de overdracht geweest, vrijdag 17 mei 2019. En het is een heel mooi overdracht geweest naar de school toe. Er is verzoek binnengekomen. En je weet, wij van de Lions, we proberen daar waar het kan in de noden te voorzien en ons dienstbaar te stellen. Dus dit was een van de projecten die we doen, zoals de president van South heeft aangegeven. Het is een legacy project en hiermee hopen wij en we weten zeker dat de studenten en docenten toch het beter zullen hebben, vooral als het gaat in de regentijd, waar je dan een probleem hebt om van de ene vleugel te gaan naar die andere vleugel. Wij van Lions Club Quetta hebben nadat Lions Club South ons benaderd had, ze hadden al de voorbereidingen al gedaan om ook in te komen. Hebben we dat heel graag gedaan. En ik mag trots zijn op die samenwerking van Lions Club Quetta en Lions Club Paramaribo South. En ik hoop dat in de toekomst toch wij ook verder kunnen gaan met het uitvoeren van andere projecten. Dat was dus de president van Lions Club Quetta, Raj Narayan, gisteren bij de overdracht van de overdekte overloop aan de scholengemeenschap Quetta aan de Gitaarstraat. Narayan sprak de hoop uit dat zowel de docenten en studenten heel lang en goed gebruik kunnen maken van deze overloop.